Ik ben dus Henk Schouten en ik kom uit een evangelisch nest. Zal u maar bijverklappen, het is ongeveer hetzelfde nest als de nachtgroep vandaan komt. Mijn grootvader en zijn overgrootvader waren dezelfde. Zo zeg je dat goed, hè? Ja. Hij is wat jonger dan ik, dat begrijpt u daar ook al uit. Hij belde me op, Henk, wil jij spreken hier op deze middag over de toekomst vandaag? Nou, dat is natuurlijk al een paar maanden geleden dat hij dat vroeg, dus vandaag is al lang voorbij. Maar vandaag is ook nu. En dat is wat voor ons het actuele gaat worden. Toekomst vandaag, actief verwachten, persoonlijk en als gemeente. Er zijn dus twee verschillende onderwerpen. Er zijn ook twee toespraken gepland. Dankjewel. Zo twee toespraken gepland, maar ik hussel het een beetje door elkaar. Dus van de gemeente voor de pauze, maar ook na de pauze en ook persoonlijk voor en na de pauze. Wanneer u een Bijbel meegenomen hebt, en ik hoop dat u dat hebt, dan kunt u die gaan gebruiken. Ik zal nu in eerste instantie niet zoveel lezen, maar het gaat op laatste Bijbelboek. Openbaring. Ja, de middernachtsroep. Hier staat iemand die verbonden was aan het zoeklicht. Dat zijn natuurlijk organisaties waar men bezig is met de toekomst, met het profetisch woord, met allerlei dingen die wij herkennen, die in onze wereld plaatsvinden, waarover dat profetisch woord heeft gesproken, geschreven. En misschien denkt u van, nou ja, nu staat Henk Schouten hier en nu krijg ik misschien wel iets te horen van het beest of ik krijg iets te horen van de openbaring en dergelijke. Er zijn natuurlijk een hele hoop van die thema's, Israël werd genoemd. Maar het gaat om de toekomst vandaag, actief verwachten als gemeente en persoonlijk. Dus het gaat meer om ons leven als kind van God en als gemeente van de Heer. Daar mag ik over nadenken. Ik maak wel vaker mee natuurlijk dat me een thema wordt gegeven. Henk, wil je daarover spreken? En dan krijg ik soms een thema, dan frons ik de wenkbrauwen en dan denk ik, wat moet ik ermee? Nou, ik heb ook geleerd in de loop der jaren natuurlijk. Aan het begin van de preek zeg ik het even, halverwege noem ik het en aan het eind. En dan gaat het ergens heel anders over, maar iedereen is dan tevreden. Ja, de begeleidende tekst bij de folder die u wellicht misschien ook wel per mail hebt ontvangen, daar zag ik ook enige aarzeling. Want daar stond een wat vreemde uitspraak, omdat toekomst altijd met morgen te maken heeft en niet met vandaag. Toch zullen we aan de hand van Gods woord zien dat dit meer realiteit is dan we beseffen. Een schone taak om u mee te nemen. Ja, wat is toekomst? Ik heb het opgezocht en ik vond een definitie. De toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Dus ik zit nu in de toekomst van net. U begrijpt dat. Ik vond nog een definitie en dan moet u de oren spitsen, want het is best wel wat ingewikkelder. De tijdsrichting waarin de entropie van een geïsoleerd macroscopisch systeem toeneemt, is de toekomst. Nou, daar was u vast niet direct opgekomen, ik ook niet, maar ik was op zoek naar wat definities. Nou, de entropie wil zeggen het uiteenvallen. En eigenlijk komt het erop neer dat de wereld onderweg is, dat is de tweede wet van de thermodynamica voor de natuurkundige, dat de wereld onderweg is om uiteindelijk uit elkaar te vallen. Dacht ik, nou, daar heeft Petrus ook al over gehad. Dat de wereld uiteen zal vallen. Dat is de toekomst. Simpel gezegd, stelt die wet voor, zet een glanzende nieuwe auto in een bos, doe er niets aan, kom over 50 jaar terug, dan is die auto niet zo glanzend meer. Dat begrijpt u. We hebben ruïnes, ooit mooi, sterk, bolwerk, maar nu een ruïne. Ik lees met u de eerste drie versen van Openbaring. Openbaring 1.
En we sluiten vandaag met Openbaring 22. Dus we gaan een wandeling door het boek maken. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Dat is toekomst. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze, dus Johannes, heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. En dan mooi, zalig is hij die leest, dat ben ik, en zij die horen, dat bent u, de woorden van de profetie en die in acht nemen. Dat hoort wel bij dat zalig. Als u zalig wilt worden, zult u deze woorden van God in acht moeten nemen. Het overdenken, ernaar handelen, ernaar wandelen, uw leven daardoor laten coachen, sturen. Zalig, dat is een heel leuk woordje. Dat betekent eigenlijk dat je in de sfeer van God komt. Dat is toch wel mooi, hè? Dus dit boek, wanneer we daarmee bezig zijn, die dingen overdenken, daarna gaan handelen en wandelen, zullen we in de sfeer van God komen. Nou, wie zou dat nou niet willen? Ik denk toch iedereen. Dat is mogelijk onze toekomst. Maar er kan ook verval zijn. Die roestbak in het bos, die ruïne. Wat is onze toekomst? Het ene, die sfeer, die zaligheid. Of is dat uiteenvallen, die entropie van de natuurkundigen die zeggen dat hier op aarde gaat plaatsvinden? We zullen eenmaal sterven. Naarmate we ouder worden, ervaren we aan de lijve dat het niet meer zo was als in onze jeugd. Ik spring niet meer over een slootje. Ik heb een hulpprogramma op mijn neus, ik heb hulpprogramma's in mijn oor en ik heb een accu op de fiets. Maar uiteindelijk zal het lichaam uiteenvallen. Is dat de toekomst? Nee, hoeft niet. We komen bij het thema. De toekomst vandaag actief verwachten. Persoonlijk en als gemeente. Onze toekomst hoeft dus niet het uiteenvallen te zijn van ons lichaam. Nog helemaal los van het verhaal van de poel van vuur die daar ook bij hoort. De Bijbel tekent een toekomst en dat is schitterend. Dat is een nieuwe hemel, dat is een nieuwe aarde, dat is een nieuwe stad, Jeruzalem. Dat is een verheerlijkt lichaam, zonder pijn. Een situatie waar Johannes alleen maar negatief over kan spreken, wat er niet is. Er is geen dood, er is geen rouw, er is geen verdriet, er is geen al die verdrietige dingen, die zijn daar niet. Dat is een toekomst. Dus geen bril, geen gehoorapparaat en geen accu op de fiets. Als er überhaupt gefietst wordt in de hemel. De toekomst vandaag. Een hemelse. Dat is een toekomst die ons bereid is door de Heere Jezus. De tijdsrichting waarin de entropie van een geïsoleerd macroscopisch systeem toeneemt, is de toekomst. Daar staat, naarmate het meer uiteenvalt, dat is de toekomst. Dat is de natuurkundige die studie doet op datgene wat in de wereld voorhanden is. Dat is de wet van de thermodynamica. Maar dat is niet mijn toekomst. En ik hoop ook niet de uwe. Mijn toekomst is verankerd in het werk van Jezus Christus. Hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer, hij is mijn heiland, hij is mijn redder. En hij zal mij door zijn grote liefde met kracht eenmaal brengen in dat vaderhuis. Geweldig. Is dat ook jouw toekomst? De toekomst, en nu pak ik die andere definitie, is de tijd die na het huidige moment komt.
dat huidige moment rek ik uit. En die rek ik uit voor zover het mijn tijd op aarde betreft. En u mag het uitrekken, die toekomst, naar de tijd die u nog rest hier op aarde. Dat is onze toekomst hier op aarde. Dat is onze tijd, het moment hier en nu op aarde. En daarna komt die toekomst. Wat zal die toekomst zijn? Zal het een heerlijke zijn? Of zal dat het uiteenvallen zijn, maar dan ook die poel van vuur? Weet u, het boek Openbaring is belangrijk. Ze zijn allemaal belangrijk, de Bijbelboeken, maar van de Openbaring vind ik dat toch wel heel in het bijzonder. Vers 1 zegt namelijk, we hebben dat gelezen, Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En in vers 19 staat de opdracht, schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat na deze geschieden zal. Dus de Heer Jezus is hier bij dit laatste Bijbelboek op een buitengewoon actieve manier zelf aanwezig. En dat geeft dat boek voor mij dan nog net even iets meer dan al die andere Bijbelboeken. Ik wil het niet tegenover elkaar stellen, maar ik denk dat u het wel aanvoelt. Hier horen we de Heer Jezus en hij geeft opdracht, schrijf. En de gemeente moet een actief verwachtende gemeente zijn. Dat wil zeggen dat ze hoort uit te zien naar Jezus Christus. Naar zijn wederkomst, maar nog beter naar dat wat eraan vooraf gaat. In ieder geval 7 jaar eerder, de opname van de gemeente. Dat is de toekomst voor gelovige mensen. Die gekocht en betaald zijn met die kostbare hoge prijs van Jezus Christus zijn leven. En de gemeente die actief verwacht, een gelovende, is iemand die dat in zich heeft, die zich dat bij zich heeft. Ik las ooit de uitspraak, een gelovige die niet een levende verwachting heeft en niet uitziet naar de komst van de Heer, de opname, is niet waard een gelovige te zijn. Misschien een heftige uitspraak, want gaat u in een gemiddelde kerk binnen. Hebt u nou het idee dat de gelovigen daar uitzien naar de komst van de Heer Jezus? Maar het kan toch eigenlijk niet anders? Jezus Christus is de bruidegom. De gemeente de bruid, krijg je discussie in Israël dan. Gaat nu niet over Israël. De gemeente heeft een toekomst. Samen met de Heer, Openbaring spreekt daarover, schrijft daarover. Nou, en als je naar die toekomst niet uitziet. Ik denk dat de bruidegom uitziet. En dat een bruid zich gereed maakt. Die eerste 3 hoofdstukken neem ik nu als uitgangspunt. Ik ga dat nu niet lezen, want dan ben ik al heel snel door de tijd heen. Maar moet u maar thuis lezen, vanavond of op een ander moment, na die boeken of voor die boeken die net aangeprezen zijn. Dat moet u maar even bekijken. Als ik het dan mag zeggen, begin dan met de Bijbel. Maar goed, daar wordt gesproken over 7 gemeenten. Verschillende gemeenten. 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. De volledigheid. Compleet. En veel Bijbeluitleggers, en ik volg daarin, zien in dit getal 7 bij deze gemeente eigenlijk de geschiedenis van de kerk beschreven. Profetisch de ontwikkeling die de gemeente vanaf zeg maar, de uitstorting van de Heilige Geest tot het laatste moment hier op aarde zal maken. Natuurlijk, het waren 7 gemeenten toen, in Klein-Azië. Het waren echte gemeenten, lokale gemeenten, met een werkelijke bediening, met werkelijke echte mensen, van vlees en bloed. Maar die worden ons als een profetie ook voorgesteld als het gaat om de ontwikkeling die de gemeente, de kerk op aarde, nu bijna 2000 jaar zal maken.
En die zeven gemeenten, die ontvangen hier in Openbaring 2 en 3 een beoordeling van de Heer van de gemeente. Jezus Christus. Hij kijkt naar die gemeenten en hij ziet daar plussen en hij ziet daar minnen. Hij beoordeelt ze en hij schrijft dat op klip en klaar. Een aanbeveling, maar ook een dreiging. Dus de Heer onderzoekt de gemeente. Hoe staat het daarvoor in die gemeente toen met het geloof, met het vertrouwen, met geduld, met heiligheid, met reinheid, met toewijding? En de Heer beschrijft hoe dat in zijn ogen is. En ik denk dat heeft te maken met actief verwachten. Want ik denk dat de gemeente vandaag, hier in België, in Genk of in Nederland, door de Heer net zo bekeken wordt als de gemeenten 2000 jaar geleden in Azië. Nou, wat zou het onderzoek laten zien? Stel dat hier op het scherm twee kolommen geprojecteerd worden met de plussen en de minnen. En laten we zeggen van de gemeente hier in Genk. Of van de gemeente in België. Of de gemeente in Nederland of waar dan ook. Wat zou er nou in de kolom plus komen als de Heer Jezus het zou onderzoeken en in de kolom min? Ik weet niet of u zo wel eens naar de gemeente kijkt. Maar ik denk de Heer doet dat wel. Sommige mensen denken dat de gemeente de veiligste plek is. Want als je lid bent van de gemeente, ja, je staat in het lidboek, je komt trouw in de diensten, je doet misschien af en toe zelfs iets aan werk in de organisatie van de gemeente. Je betaalt ook regelmatig je bijdrage, vrijwillige bijdrage aan de gemeente. Dan denk je, het zit met mij wel goed. Nou, de Heer die onderzoekt de gemeente. En het zit niet altijd goed in de gemeente. Er wordt nogal wat opgeschreven. Jezus roept in deze zeven brieven aan die gemeenten de gemeenten op tot bekering. Wij denken vaak, een individueel persoon moet zich bekeren. Nou, dat moet zeker ook. Daar begint het. Die gemeente is gebouwd uit bekeerde mensen. Maar hier worden de gemeenten opgeroepen zich te bekeren. Hebt u ooit dat gehoord in een prediking? Ik weet het niet. Ik heb heel wat preken gehoord en ook zelf gehouden. Ik moet eerlijk zijn, nooit gehoord en zelden ook zelf gehouden. Dat je de gemeente oproept tot bekering. We hebben het over actief verwachten, persoonlijk en als gemeente. En ik vrees dat er vandaag gemeenten zijn die zich moeten bekeren. Verootmoedigen. Ik vrees ook dat die kerken waar die bekering misschien wel het meest dringend nodig is, het een afschuwelijk idee vinden. Dat zijn misschien gemeenten in de sfeer van die zevende gemeente Laodicea. Ik ben rijk, steeds rijker geworden, heb aan niets gebrek. Zo kijkt die gemeente naar zichzelf. En de Heere Jezus die oordeelt ook, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dat zijn twee totaal verschillende conclusies. De eerste van de gemeente zelf en de andere van de Heer van de gemeente. Ja, hoe zou de Heer oordelen over de gemeente waar u en ik kerken? Weet u, er waren in Engeland gelovigen. Die werden de Puritijnen genoemd. Waar ze mee gelabeld. Ze waren puur, ze waren zuiver. Zo wilden ze leven vanuit de schrift. En ze wilden
hun beleving, die zuiver en puur op de schrift gebaseerd was, uitdragen in hun kerk. Ze werden bespot en vervolgd. Inspiratiebronnen voor het puritanisme waren de Lollards, zal u misschien niet wat zeggen, maar volgelingen van John Wycliffe is wat meer bekend, William Tyndale, vertaler van de eerste Engelse Bijbel. De Puriteinse predikanten riepen de kerk van Engeland op zich te bekeren vanwege de veelheid van dwalingen, onbijbels gedachtegoed, Roomse praktijken. Ze stonden dus een actief verwachten voor, wees bereid. Het resultaat was dat die Puriteinen door die onboetvaardige leiders van die onboetvaardige kerken vervolgd werden, de officiële kerk, Church of England. En die kerk nam het besluit, en het staat in de geschiedenis bekend als de Act of Uniformity, de Acte van Eenheid, 1662 staat getekend, werd aangenomen, een acte van eenheid, met als gevolg dat de Puriteinen geëxcommuniceerd werden. Zij pasten niet in de eenheid die de kerk van Engeland voorstond. Zodra kerken, kerkleiders, trouwens ook in de politiek, over eenheid beginnen, wees dan op je hoede. Want de eenheid daar sluit altijd uit. Een aantal van die Puriteinen vluchtten naar Amsterdam. Daar leerden ze Mennonieten kennen. En zo ontstond bij die Puriteinen het zicht op de Bijbelse doop, opbelijdenis door onderdompeling, het ontstaan van het baptisme in Amsterdam. Ze vertrokken weer Engeland naar Amerika en om Nederland, Hamburg, Duitsland naar Oost-Europa. Wat gebeurde er? Die Puriteinen werden buitengesloten, uit de kerk gezet. En dat staat in de geschiedenisboeken in Engeland bekend als The Great Eject. De grote uitwerping, zeg maar. Je had vroeger zo'n cassettespelerknopje, kwam een bandje eruit. Nou, zo werden ze uit de kerk gezet. Ja, kun je dat zomaar doen? Ik denk dat dat een enorme fout geweest is. En dat had een enorm effect op die grote Church of England. We kunnen leren dat een geestelijke houding, een houding waarin verwacht wordt, uitgezien wordt naar de Heer, een maatschappij tot zegen kan zijn, maar ook tot schade bij een ongeestelijke houding. En dat gebeurde. Meer dan 2000 Puriteinse predikanten werden uit hun gemeente gezet. En er brak een tijd van geestelijke dorheid aan in de Church of England. Feitelijk kwam dat over Europa. Frankrijk had je ook zoiets met de Hugenoten. Engeland kent een geschiedenis van voor en na die gebeurtenis. Een van de predikanten die ontslagen was, Matthew Mead, schreef: deze fatale dag verdient het om in zwarte letters op de Engelse kalender geschreven te worden. Binnen 5 jaar na 1662 werd Londen 2 keer verwoest. Er kwam een plaag van de zogenaamde rattenvloo. En een kwart van de Londense bevolking, zo'n 100.000 mensen toen, van die 450.000, kwam daardoor om het leven. Even later raasde er een brand door Londen. 13.500 huizen werden verbrand, 87 kerken. En volgens de archeologen moet de hitte zo'n 1250 graden zijn geweest. En er waren langere tijd grote calamiteiten. En dan is daar een Marsden die schrijft over de Great Eject. Een geestelijk mens ziet de relatie tussen godsvrucht
en geschiedenis. Ik denk dat de geestelijk mens het verstaat. En hoe zit dat? Ik kijk in Nederland, maar in België denk ik weinig anders. De kerken lopen leeg. Zij die de Heer Jezus kennen en belijden met hun hart geloven en daarvan getuigen. Die groep wordt steeds kleiner. Er gaat steeds meer aan ons voorbij. En dat heeft zijn impact op de samenleving. En de kranten in België zullen weinig anders vertellen dan die in Nederland. Het gaat niet goed met onze wereld. Chaos neemt hand over hand toe. En daar is een relatie, ben ik van overtuigd. Dat hebben we ook al kunnen leren van de geschiedenis van Israël. Met godvruchtige koningen was er zegen. En met goddelozen, ja, kwam de chaos en kwam de vijand. Een oproep tot bekering aan de kerk. Door de laatst levende apostel in het laatste decennium van de eerste eeuw. En hij zegt ook, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Lees goed wat hier staat. Alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. En het gaat over, hij komt met de wolken. Elk oog, hij zal zichtbaar worden voor de wereld. En alle mensen op de aarde zullen rouw bedrijven. Er staat niet dat ze zich zullen verheugen. Er staat niet dat ze zullen juichen. Er staat niet dat ze blij zijn dat Jezus Christus komt. Er wordt ook niet van gelovige mensen gesproken. Die zijn opgenomen. Maar deze mensen hebben rouw. Hadden we maar geluisterd. Waren we maar naar die bijeenkomst gekomen. Hadden we ons maar gericht op datgene wat het woord van God. Hadden we maar. Maar ze hebben het niet. En ze zullen rouw bedrijven. Dat is de toekomst voor ongelovige mensen. Moet volgens mij afschuwelijk zijn. Kijk toch die rare Noach. Kijk hem timmeren. Geen water, geen oordeel. We beschouwen Openbaring vaak als een boek met een oordeel over de wereld. En dat is het ook. Maar voordat het oordeel over de wereld begint, lezen we in die eerste drie hoofdstukken, in de hoofdstukken 2 en 3 in het bijzonder, oordelen over de gemeente. Dat slaan we vaak over. De wereld wordt geoordeeld, want dat zijn die ongelovigen. Maar het begint in hoofdstuk 2 en 3 met de gemeente. En dat is wel een ernstig woord. Ik heb de vrijmoedigheid. Gemeente in Openbaring 1 vers 11. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. En in hoofdstuk 2 en 3 wordt het nader omschreven. Ze werden gesticht door de apostelen. En de apostel Johannes leeft nog. En Johannes had juist veel gearbeid in die omgeving van Klein-Azië. In Efeze in het bijzonder. Ik denk dat Johannes zich wel iets heeft herinnerd van de gesprekken die hij had met de Heer Jezus in de bovenzaal. Vlak voordat de Heer gekruisigd werd. Johannes 15. Daar had de Heer gezegd, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. En 16 vers 1. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt denkt God een dienst te bewijzen. Binnen 30 jaar na dat gesprek in de bovenzaal was die vervolging al heel concreet. Het begon in Jeruzalem. Stefanus werd daar doodgegooid. Jacobus onthoofd.
Petrus gevangen genomen, maar op een wonderlijke wijze weer bevrijd. Nero kwam met tuinfeesten waarin hij christenen met pek liet insmeren om vervolgens ze in brand te steken, levend, in zijn tuinfeesten. Domitianus, dat is de keizer onder wie Johannes naar Patmos werd verbannen. Openbaring 1 vers 19. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus. Dus als je getuige bent van Jezus Christus, kunnen die dingen gebeuren. Misschien niet meer in onze wereld vandaag, hoewel. Volgens een redelijk betrouwbare overlevering werd Johannes in olie gekookt, maar overleefde dat. Ja, dat zijn dingen die je natuurlijk niet gelooft. Dat zijn fabeltjes. En die fabeltjes die horen thuis in de rij van de drie vrienden van Daniel. Of zou er toch iets van waarheid in zitten? Het is een sterke traditie die al heel oud is, vanuit de vroege kerk overgekomen. Christenen werden bij duizenden afgeslacht. Volgens de traditie werd Timotheus doodgeknuppeld. Maar waarom mocht dan Johannes overleven? Er moest nog een boek worden geschreven. Openbaring. Wat u ziet, we lazen het, schrijf dat op aan die gemeenten. Schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en hierna zal geschieden. Schrijf alles op. Dat is het laatste boek van de Bijbel. Vers 5, hoofdstuk 1. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft door zijn bloed. En dan vers 7, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien. Ik las het u net. Kunnen we ons een beetje verplaatsen in de apostel Johannes? Al zou de man in de olie gekookt, in ieder geval verbannen naar Patmos. Heer God, hoe komt het toch? Jeruzalem is vernietigd. Daarnaast nog 985 andere steden en dorpen. Meer dan 1 miljoen Joden gedood, afgeslacht door de Romeinen. Geen Messiaanse troon, geen Messiaans rijk, maar heidendom aan de macht in dat land van u. Ik denk niet dat dat het verwachtingspatroon van de apostel zal zijn geweest, toen hij die stem hoorde, volg mij. Maar het was zijn toekomst. Hij wist het niet. Maar het werd zijn toekomst. Zo'n 30 jaar later, hij heeft aan de basis gestaan van die gemeenten daar in Klein-Azië, in Turkije. En wat is de geestelijke staat van die gemeenten die hem omringen? Dat is dorheid. Ze bezwijken onder een corrupte cultuur. Ernstige, zware vervolging. Is dat wat de lang verwachte Messias brengen zou? Johannes hoorde die stem. Hij draait zich om en hij ziet wie met hem sprak tussen de 7 gouden kandelaren. En hij ziet daar een persoon. En dat is een angstaanjagend, een indrukwekkende gestalte. Ik weet niet of u dat zo ooit hebt gelezen, maar dan zien we daar eigenlijk een angstaanjagende krijger. Zoon des mensen komt uit Daniel 7, vers 13. We lezen hier, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen, daar komt het, waren als een vuurvlam. En zijn voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in de oven.
En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond dat 2 snijdend scherpe zwaard. Nou, als u zich omdraait nu en u zou zo'n persoon zien, dan denk ik wat gebeurt wat met Johannes gebeurde. Hij viel als dood op de grond. Die siddering, die begrijp je wel. Het heeft alles te maken met oordeel. Die ogen, dat zwaard, die voeten. Veel mensen hebben een aaibare Jezus. Ze hebben een beetje, mag ik het zo zeggen, een knuffelheiland. Die alles wel leuk en goed vindt en aardig vindt. Fijn dat je erbij bent. Maar dit is dreigend en het is de heiland. En dan staat er ook vers 17. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. De apostel Johannes die de Heer lief had, die zich aan de boezem van de Heer mocht vlijen, die zo intiem en close met hem was, valt hier dood aan zijn voeten. Hij, Jezus, legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. En ik hoop dat u dat verstaat. En die hand van de heiland hebt gevoeld in uw leven. Wees niet bevreesd. Ja, veel mensen, ik zei het al, die denken als je bij de kerk zit, zit je wel goed. De database van de administratie, dan ben je veilig voor de oordelen van God. Want ik heb netjes geleefd. Nou, die moeten we 1 Petrus 4 vers 17 maar lezen. Het is nu, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Ik zei, het is ernstig. Maar we dragen verantwoording. Willen wij actief zijn als christen, een actieve hoop hebben, moet je je verantwoording op je nemen. Johannes ziet dus niet hier het dreigende oordeel en ook Petrus ziet niet het dreigende oordeel voor de wereld, maar ziet een enorme waarschuwing als noodzaak voor de kerk. Zo'n 25 jaar eerder had Paulus aan Timotheus geschreven, 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer, ook niet voor mij, Paulus, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie. En dan vers 13. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn, bewaard door de Heilige Geest. En dan komt het, dit weet u, dat allen die in Azië zijn, zich van mij, Paulus, hebben afgekeerd. Azië, dat is Klein-Azië. Dat zijn die 7 gemeenten waar Paulus op Patmos, zo'n 25 jaar nadat Paulus schreef, zijn brieven toe moet sturen. Toen dus al had men zich gedistanceerd van Paulus. En nu komt het woord van de Heer door middel van die 7 brieven. 7 gemeenten. Smyrna en Philadelphia steken eruit. Smyrna, Philadelphia, moet je onthouden. Er staan geen negatieve zaken over beschreven. Dus ik wil wel heel graag lid zijn van de gemeente Smyrna of Philadelphia. En ik hoop u ook. Ik zeg niet dat dat zo is. Maar je zou het wel graag willen. In die andere 5 komen wel veroordelingen voor. Ze waren, dat zijn die veroordelingen, gevallen voor de aanvallen van Satan. Ze waren gevallen voor seksuele immoraliteit, voor afgoderij, het absorberen, het aannemen van de heidense cultuur, het sluiten van compromissen met de wereld en het tolereren van de zonde. Kwamen in die 5 gemeenten voor. Dat was hun actief verwachten. Dus niet. De zonde werd opgelost door het toe te staan. Dat gebeurt vandaag ook. Je mag niet meer over de zonde spreken. En als al iemand met dingen worstelt, dan moet je er vooral begrip voor hebben.
En zo komt er een ideologie de kerken binnen die stuitend is in mijn beleving. De genderideologie in kerken LGBTQU+++++. Er komt gewoon de kerken binnen. Mensen worden niet alleen getolereerd, geaccepteerd. Hun idiote huwelijken, mag ik het zeggen, worden in de kerken gesloten. Er is zoveel over te zeggen. Nou, ik denk dat Johannes en dat Paulus, zeker de Heer Jezus, zich zouden laten horen. Maar de moderne kerken vandaag, de zonde werd opgelost door het toe te staan. En dat gebeurt dus vandaag ook. Een paar decennia voor openbaring ging het al mis bij 5 gemeenten in Klein-Azië. Kerken stonden open. Nou, en dan een woord tot die kerken. Als je actief wil verwachten, zullen kerken moeten beginnen zich te bekeren. En of dat nou de Church of England is toen, zulke kerken zijn er vandaag velen en kerkorganisaties. Ze zullen terug moeten naar het onversneden woord van God. En opruimen wat daar niet past. Dan ben je bezig jezelf klaar te maken als gemeente, zodat je als gemeente een actieve verwachting kunt hebben. Ik citeerde Petrus. Hij kende zijn Bijbel goed. Ezechiël 9. Ezechiël kreeg een visioen. Daarna riep hij ten aanhoren van mij, Ezechiël, met luide stem: kom naar voren, u die de stad gaat straffen. Ieder met zijn eigen verdelgingswapen in de hand. En zie, 6 mannen kwamen uit de richting van de bovenpoort. 1 man in hun midden was gekleed in linnen, met een schrijverskoker aan zijn middel. En de Heere zei tegen hem, tegen die man met die schrijverskoker: trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden. Dus daar in Jeruzalem waren, laten we zeggen, wedergeboren mensen. En de opdracht was, zij moeten onderscheiden worden van die andere mensen die niet geloven. En tot die andere mannen, die 6, zei hij ten aanhoren van mij: trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand en heb geen medelijden. Begin vanuit mijn Jeruzalem. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Begint bij het huis van God, het oordeel. Petrus citeert, herinnert aan deze gebeurtenis in Ezechiël. Waarom die herhalende oproep? Efeze 4, vers 2. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Vers 14. Ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam. En ook de Nicolaïten. Openbaring 2, vers 20. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Sardes, want ik heb uw werken niet vol bevonden. Laodicea, ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Die 5 gemeenten, onderzocht door Jezus Christus, tonen deze ernstige zaken. We moeten actief verwachten. We moeten klaar zijn, we moeten bereid zijn als gemeente wanneer wij die heerlijke toekomst willen hebben. Die toekomst, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, die nieuwe stad,
dat nieuwe lichaam, verheerlijkt, heilig en rein. Er is nog die genadige oproep, bekeer u. Weet u, als je die gemeenten volgt en je bestudeert ze, dan is daar een opmerkelijke ontwikkeling. Ik zal u dat zo vertellen. Maar is het alleen maar oordeel? Er is ook zegen voor degene die volharden. Er is zegen voor degene die trouw zijn. Er is een enorme bonus wanneer je volhardt. Want er wordt ook geschreven over de boom des levens in het paradijs van God voor degene die volharden. Er wordt geschreven dat de tweede dood geen schade zal brengen, 2 vers 11. 2 vers 17, dat je van het verborgen manna mag eten. 2 vers 10, gevrijwaard wordt van de uren der verzoeking, de grote verdrukking. Er wordt geschreven over die witte stenen, nieuwe naam. De morgenster, Jezus Christus, prachtig beeld. Die bonus, gekleed in het wit. Die bonus, dat je naam niet uitgewist wordt in het boek des levens, maar voor God gebracht zult worden. En dat de naam van God zelf op je zal worden geschreven. De naam van God, staat er, zal geschreven worden als je volhardt. Wat is de naam van God? Jahwe. En wat betekent dat? Ik ben. Eigenlijk wordt daar meegedeeld, je hebt het leven, het eeuwige, waarachtige leven wat van Jahwe is nu ook voor jou. De eeuwige heerlijkheid. Een prachtige toekomst na het nu. Na de tegenwoordige tijd. 60, 70, 80, 90 jaar. Wanneer houdt het voor ieder van ons op? Noodzaak is bekering. Er zijn wel een paar observaties nog die ik even snel wil doornemen. De woorden van onze Heer tot elk van die kerken, die dragen het gezag van zijn persoon. En uit zijn mond komt dat zwaard. En we zien daar een machthebber, een vorstelijk, een soevereine autoriteit. Zijn woorden, laat ik het zo zeggen, slaan als water op de rotsen. Komen met gezag van zijn persoon. Tweede observatie. We zien de Heer Jezus zijn gezag. Tweede observatie. Hij roept die 5 gemeenten op tot berouw. Maar als je goed leest, dan voel je de teleurstelling en daardoorheen zelfs ook de woede daarover. De derde observatie. En dat vind ik toch wel een aparte. Het begon in Efeze. En als je die brief leest, al de gelovigen, al de mensen in Efeze zijn gelovigen. Ik denk, ja, de verwachting in de kerk, maar volg de observaties van de Heer Jezus. Dan krijg je Pergamum. Sommigen, die vallen dus al af, die de leer van de Nicolaïten aanhangen. Thyatira is het nog erger. Zijn er nog een overige in Thyatira? Ziet u het verschil? In Efeze begonnen met allemaal gelovig. Enkele van u. Nu zijn er nog maar enkele gelovigen over. Kom je bij Sardes, dan wordt er gesproken over enkele personen. En dan de 5e gemeente in deze rij, Laodicea. De Heer staat buiten. Ik begon ermee dat de geschiedenis van de kerk beschreven is in die 7 gemeenten. 2 positief, maar die 5 laten de teloorgang zien. En het trieste is, bij die laatste gemeente staat Jezus buiten. En ze denken van zichzelf het beste.
in Efeze allemaal gelovig. In Laodicea staat Jezus buiten. Actief verwachten, persoonlijk en als gemeente. Het accent lag, ik heb het een beetje omgedraaid, hier bij de gemeente. Een gemeente die gekend wil worden, een gemeente die zijn wil, een verwachtende gemeente. Moet de gemeente zijn die volledig georiënteerd is op het woord van God. Zich daardoor laat gezellig. Zich daaraan volkomen onderwerpt. En dan kun je die beide gemeenten misschien wel als ideaal voor ogen stellen. Efeze, Smyrna en Philadelphia. Waar liefde heerst. Waar volharding is. Hoe zullen wij als gemeente van de laatste uren, daar ben ik van overtuigd, die toekomst die wij hebben is niet zo lang meer. Misschien persoonlijk, maar ook als gemeente. Dan zal de bazuin klinken. Dan zal de aartsengel komen. Dan zal de gemeente de punt van de tijd worden opgenomen. De gemeente die verwacht. De gemeente die zich heilig en rein houdt van de wereld waarin zij leeft. Het is geweldig als je als gemeente met elkaar die hoop hebt, die hoop kunt delen, die hoop ook uitdraagt. Het zal niet overal met enthousiasme worden ontvangen. We leven in, wat we zeggen, in een post-nachristelijke wereld. Maar toch, de boodschap die we hebben is een sterke boodschap. Want hij komt van die persoon aan wie gegeven is. Alle macht in de hemel en op de aarde. De gemeente moet actief verwachten. Ook wij persoonlijk moeten actief verwachten. En daar hoop ik straks met u over te spreken. Amen. Dankjewel voor het kijken naar deze Bijbelstudie. Wij hopen dat je erdoor gezegend wordt. Zou je meer van deze Bijbelstudies willen ontvangen en willen bekijken? Dan willen wij je vragen of je erover na wilt denken om ons te steunen met een gift. Want met deze gift van jou is het mogelijk nog meer Bijbelstudies online te zetten. Je kunt naar onze website gaan en een eenmalige gift doen, maar je kunt ook lid worden op het vriendenprogramma. Kijk op onze website. Alvast hartelijk bedankt.